Hoe zag de zomer van Ronnie van Bemmel eruit? Lekker genieten. We hebben heel veel genoten. We zijn 3 keer in het buitenland geweest. Lekker voor optredentjes. Dus het was hartstikke lekker. Ik ben echt een zon aanbidden. Nou, de voorzomer van Nederland was zo slecht. Dus ik heb heerlijk genoten daar. We mogen nog een keer in oktober. En voor de rest heb ik de hele zomer lekker rustig aangedaan. Lekker genoten. Wat ideetjes opgedaan voor een nieuwe single straks weer. Planning oktober, denk ik. En voor de rest lekker rustig aangedaan. Vooral genoten. 3 keer naar het buitenland? Nee, 4 keer. Ik mag nog een keer. Ja, ik weet het. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, iemand moet het doen. Nee, het was echt wel werk. En ook wel een beetje... Ik pak gelijk mijn vakantie ervan. We zijn in mei naar Turkije geweest. In juni ben ik naar Spanje geweest. Magratomar. Het was echt superleuk. En ik was een week thuis. En toen belde de eigenaar van het hotel me op van... Zou je nog een weekje terug willen komen? Nou ja, wat mot op mot. Dan doen we dat er maar. Dus spullen weer gepakt en lekker weer gegaan. En toen ik daar was, belden ze me op vanuit Benidorm. Of dat ik in oktober ook nog een week in de Benidorm kon. Nou ja... Koffertje gaat niet meer naar zolder, die blijven lekker klaarstaan. Ik doe al vanaf 2001 ga ik al mee met de artiestenreizen. En dan gaan de mensen mee en dit is heel anders. Je komt, is ook leuk, maar dit is, je gaat daar naartoe en je zingt daar voor een hotel met Nederlandse gasten. Dus je komt daar ook mensen tegen van, wie is Ronnie van Bemmel? Nog nooit gezien. Nou, die leer je dan kennen in zo'n week en het is echt te gek. Het is heel goed voor jezelf ook. En ja, mensen doen gelijk mee, mensen zijn niet verwend. Het tweede liedje is Feest. Het is echt gelijk goed. En daarom doe ik het heel graag.